De Almeloze atletiekvereniging SISU opent het seizoen met het gouden predicaat voor een gezonde kantine. Het gouden certificaat van het voedingscentrum. En dan als eerste atletiekvereniging hopen wij dat van Nederland te kunnen behalen. Ja. Nou, eigenlijk is het vooral gewoon een heel mooi certificaat als blijk van waardering voor wat we allemaal hebben gedaan. Om gewoon de mensen die hier komen, de atleten, de ouders, de bezoekers, een betere keuze te geven binnen het assortiment. Dus een portie bitterballen wil niet meer? Nee, een portie bitterballen wil niet meer, nee. Nou, we hebben veel meer andere producten, nog gezondere producten en waarschijnlijk ook nog veel lekkerder producten. Die we ook mooi hebben uitgestald. Dus dat moet de portie bitterballen goed vervangen. We hebben een enquête gehouden onder de leden om te vragen wat ze vinden van het huidige aanbod en wat ze dan liever willen. Er werd eigenlijk met geen woord gerept over de frituurpan, dus dat is positief. En we hebben ook een broodje van de maand, een broodje van de wedstrijd als optie. Dus degene die wij als lekkerste broodje verkiezen, komt dan ook in de wedstrijd terecht als een soort stimulans. Voor de leden, om het zo lekker mogelijk te maken. Dus op zich zijn ze heel tevreden. En ook vooral ouders voor hun kinderen, dat er nu een veel gezonder aanbod is. De openingwedstrijd aangegrepen eigenlijk om onze nieuwe gezonde sportkantine te tonen aan eigenlijk alle leden en alle deelnemers die meedoen. Dus vandaag hebben we de screening gehad van Team Fit. Dus als het goed is krijgen wij de gouden certificaat voor gezonde sportkantine. Springen, hoogspringen, kogel, balwerpen, 40 meter, 600, 1000, eigenlijk alle onderdelen komen wel voorbij. Dus we beginnen met de mini-pupillen, 6 jaar, en dan tot en met de CD-junioren, dus dat is 15, 16 jaar. Hoe zit het met het ledenaantal, bevalt dat? Kan beter. We hebben een grote groei gehad met de jeugd. Je ziet nou dat bij de senioren wat verloop is. Het is natuurlijk, tegenwoordig kun je eigenlijk op elke hoek van de straat wel aansluiten bij een groepje. Dus we zijn nu heel hard inzetten om clinics te organiseren. In juli beginnen we ook weer met The Way to Allee. Dus eigenlijk de clinic na de Almelo Allee die we als CC ook organiseren. Eén keer derde en drie keer eerste. Verspringen, sprinten en 600 meter. Van de minis was ik eerste. Oké, hartstikke goed. Krijg je nog een prijsje straks? Ja, dat gaat mijn oom geven.